Voordat deze vlog begint, wil ik jullie even laten weten dat je mij kan nomineren voor een Feed Award. En niet alleen mij natuurlijk, maar ook een heleboel andere YouTubers. Linkje staat in de beschrijving. De Feed Awards komen er weer aan. Nomineer wie je wil, voor welke categorie dan ook. Wilde ik jullie even laten weten. Doei! Of ja, waarom zeg ik doei? De vlog begint nu. Veel plezier! Hey. Hi. We zijn in Groningen. Ik ben gewoon voor de tweede keer in een maand in Groningen. We gaan namelijk vandaag met Saskia en Alwin en ik. En nog een heleboel bloggers die jullie straks ook gaan zien. Dan gaan we naar het Kattencafé, wat hier is geopend. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik gewoon weer nu hier in deze stad ben. Dat maakt me blij. Yay, hier zijn we voor. Het was super leuk bij het Kattencafé. We zijn op wonderbaarlijke wijze beland op een plek waar ze echt nog aan de bar aan het wachten zijn op een tafel. Maar wij krijgen hier gewoon een hoofdtafel. Alsof het niks is. Echt gewoon wel een beetje een afgelegen plekje. Er zijn echt mensen gewoon aan de bar op een plekje aan het wachten. Maar Michelle had gebeld. En ze zeiden ja, het is goed. Het heet Four Roses, toch? Ja. Het is Mexicaans. En ik heb het gevoel dat we erg lekker gaan eten vanavond. Dus ik had net als hoofdgerecht was ik drie voorgerechten, maar ik had echt niet verwacht dat het veel groter zou zijn. Maar het waren drie hele kleine dingetjes, dus ik heb eigenlijk nog best wel een beetje trek. Maar ik neem nu dus twee toetjes om mijn maag nog op te vullen. En ik heb er echt veel zin in, moet ik zeggen. Ik heb nog nooit twee toetjes genomen, dit wordt echt fantastisch. Dag. Bye. Daar gaan ze. Schiet op, hou je pen. Deze treinreis leek echt een eeuwigheid te duren, maar ik ben weer thuis. Ja, ik ben weer in Amsterdam. Snel naar huis, want het regent en het is koud en ik wil in bed liggen, want het is een lange dag geweest. Het is nu al over 12. Yay, thuis. Het was super gezellig hoor, maar het was even echt een hele lange dag. Gewoon vooral heel veel treinreizen. Oké, ik kom thuis. Ten eerste Mert Black Ops aan het spelen en dat vind ik fucking leuk. Ja, ik ben super blij dat Mert Black Ops heeft gekocht, want ik hou heel erg van shooters en minder van race-spelletjes en zo. Ik hou gewoon van... Mag ik wat zeggen? Ik ben super blij dat Mert Black Ops heb gekocht. Kok de market. Je bent echt een beetje creepy op deze manier. Hi. Beetje cracky ben je wel. Zo in zo'n donkere kamer met zo'n... capuchon ofzo. Maar wat ik wilde zeggen was, ik kwam thuis en ik was dus vorige week bij Luke geweest, bij de winkel Luke. En Mert heeft een pakketje aangenomen en mijn brillen zijn geleverd. Super snel, echt al met een week. Super benieuwd, want ik heb de brillen natuurlijk wel opgehad, maar niet met mijn sterkte glazen erin. Ik ga ze nu real-time voor jullie opzetten. Dit is de eerste. Ik vind deze super mooi. Ik denk dat dit mijn favoriet is van de twee. Beetje zo'n schildpadachtige... print, rond slash ovaal. En here we go. Wow. Alles is wel heel scherp nu. Maar wow. Zeker met zo'n soort spijkerjasje vind ik zo'n bril echt mega leuk. Ga ik nu de tweede erbij pakken. En die is wel ietsje gewaagder nog. Want dat is namelijk deze. En die is best wel rond en rood. Maar ik vond het wel heel cool. Ook een hele mooie kleur. En ik dacht ja, dat is wel gewoon heel tof om te proberen een keertje. Dus hier hebben we exemplaar 2. Wow, hier ben ik ook super blij mee. Zo zie je hem beter. Oh, ik vind hem wel heel erg leuk. Dus dat zijn mijn nieuwe brillen. Good morning guys. Het is zondag en het is Valentijnsdag. Ik heb voor de gelegenheid een blouseje met rozen erop aangetrokken. En andere bloemetjes. Wat zijn deze blauwe bloemetjes? I do not know. Oh, het zijn trouwens ook helemaal geen rozen. Het zijn klaprozen. Toch? Oh shit. Nou val ik door de mand. Ik heb geen idee, maar ik vond het in ieder geval een fleurig blouseje. En ik vond mijn nieuwe rode bril heel erg leuk bij staan. En ik heb een soort van nieuwe favoriete haarstijl gevonden, heb ik het idee. Want ik heb dus, zeg maar, gisteren had ik dit ook. Dan heb ik zo'n staartje hier. Klein staartje. En dan de rest van mijn haar los. Maar dat is echt super chill, want dan hangt er dus helemaal geen haar in je gezicht. En Mert en ik gaan zo lekker ontbijten bij Bagels & Beans. En vanavond gaan wij eten, gezellig. Dus dat is leuk. En Mert zei het vanmorgen al, maar toen geloofde ik hem eigenlijk niet. Maar het sneeuwt dus. Maar het is niet echt witte vlokken. Het zijn gewoon echt zo grote ijsdruppels.
gaan Suzy heten. Suzy! But it always goes when you need it the most. The kindest love is still bleeding from the last shot. Er zit hier een kartje in het restaurant waar we zitten. Die komt gewoon precies bij ons aan de tafel zitten. We hebben heel lekker gegeten bij Genki. Ik wil zeker nog eens een keer in de zomer terug, want ze hebben ook een hele mooie tuin waar je kan zitten. Maar goed, dat is nu natuurlijk allemaal niet lekker, want het is super koud en het regent. Het was heel lekker en nu weer terug naar huis. Ik weet het niet hoor, maar zijn er meer vrouwen of meisjes die het heel erg tof vinden om zeg maar naar dit soort zwangerschapsvlogs te kijken? Of naar kanalen waar zeg maar moeders praten over hun kinderen zonder dat ze zelf nog een actieve zeg maar kinderwens hebben? Dat klinkt allemaal heel gek. Kijk, ik ben 20. Ik wil echt nog wel een hele tijd niet aan kinderen beginnen. Maar ik vind zwangerschapsvlogs en shit zo tof om te kijken. Op een of andere manier vind ik het super interessant. Bijna als een soort van, I don't know, een voorbereiding of zo. Dat ik denk van, ik zeg zoveel mogelijk informatie in me op en dan weet ik heel veel dingen als het ooit bij mij ook gebeurt. Dit is Jen from Head to Toe. Eigenlijk keek ik nooit meer naar haar kanaal, want ze maakt beauty video's en ja, dat boeit me niet zo erg veel meer. Let me know, zijn er nog meer meisjes onder mijn kijkers die denken van, oh ja, ik vind het wel leuk. Ik heb zelf nog geen kinderwens, maar ik vind het wel heel erg leuk om naar te kijken. Let me know. Dit is zo koud. Hoe vrolijk ziet deze muesli eruit? Super cute! Het is een soort van traditie geworden dat elke keer als ik boodschappen ga doen, ik een ander Frans kaasje koop. Omdat ik een beetje probeer ook Franse kaas te leren eten. Ik hou bijvoorbeeld helemaal niet van blauwe kaas. En brie is ook niet mijn favoriete ding. Maar bijvoorbeeld laatst in Italië had ik een super lekker brie kaasje, wat ik weer echt top vond. En Mert en ik vinden het gewoon heel grappig om te proberen steeds. Dus ik heb vandaag er weer eentje gekocht. Hij heet Brugge Blommen. En hij komt eigenlijk gewoon uit Nederland. Dus maar ja, ik laat het vallen zeg maar onder de Franse kaasjes, omdat het zo'n schimmelkaas is. Laten we proeven. Heel lekker. Hij smaakt een beetje naar Saint-Albré voor de mensen die Franse kazen kennen of ervan houden. Ik vind hem heel erg naar Saint-Albré smaken, alleen dan misschien nog ietsje milder, iets minder uitgesproken smaak. Nice, heel lekker. Deze playlist op en koken maar. Yes. Het is nu 11:02. Ik ga zeer verstandig mijn bed opzoeken. Normaal zou ik echt pas over 2 uur naar bed gaan, rond 1:00. Maar ik ga morgen om 9:00 ochtends sporten met Joost. Ik heb er zin in. En ik heb er ook echt gewoon geen zin in. Oké, dus voordat ik ga slapen ga ik nog eventjes heel snel Black Ops spelen. Heel snel, niet lang. Ik wil het. En dan naar rechts, kijk eens naar rechts. Yo, ik schrok even. Oh, I love zombie. Je bent wel verder gekomen dan ik deze keer. Echt? Ja. Wow, yo, hoorden jullie dat? 11 headshots, 28 kills. Nu gaan we slapen. Oh, dat was lekker. Nog even wat zombies vermoorden voor het slapen gaan. Zorgt altijd voor een goede nachtrust dit. Zie ik er moe uit? Ziet er niet heel fris uit, hè? Vandaag, jongens en meisjes, is het dan de dag waarop de rest van mijn leven begint. Nee, grapje. Vandaag is de dag dat ik voor eerst ga sporten met Joost, mijn personal trainer. Tenminste, om hem nu echt al mijn personal trainer te noemen, is ook alweer gelijk heel snel. Want we hebben nog geen 1 keer samen gesport. Maar als het goed gaat, wordt Joost mijn personal trainer. Blijkbaar was ik zenuwachtig, want ik ben deze nacht om 5 uur wakker geworden, toen weer om 6 uur, toen weer om 7 uur en uiteindelijk om 8 uur en toen ben ik opgestaan. I don't know, blijkbaar was ik heel erg bang om te laten komen dit keer. Ik heb mijn sportkleding aan, yay! Oh, de zon schijnt zo lekker. Ik zou kunnen zeggen dat ik kapot ben, maar dat ben ik eigenlijk nog niet helemaal. Ik tril wel echt als een malle. Ik weet niet hoor, maar ik heb echt iets geks in mijn hand. Kijk wat er gebeurt. Als ik hem strek. Dit is geen grapje, dit doe ik niet zelf. Dit is gewoon een stuiptrekking in mijn spier. Yo. Guess who's back? Back van het sporten. De roodheid in mijn gezicht is wel weer een beetje verdwenen, maar ik was wel echt gewoon helemaal bezweet en knalrood. Maar dat is een goed teken. Ik kom dus echt net van het sporten terug en ik bedenk me dat ik een afspraak heb.
camp. Dus daar ben ik nu heel snel naartoe gereden. En nu moet ik even gaan vinden waar het is. Ik mag namelijk nog een bril uitzoeken. Het is bijna niet normaal, jongens. Ik mag gewoon weer een bril uitzoeken. Ik praat jullie straks bij over het sporten. Ik moet nu even snel gaan zoeken waar ik moet zijn. Oh, zijn dit nou gewoon voor baby's? Ja. Timberlands? Ja, deze zijn wat dan. Lief. Oh, kijk nou. Oké, ik ga jullie even bijpraten. Dus een tijdje terug mocht ik een bril uitzoeken bij Luke. Vorige week volgens mij. En nu mag ik er gewoon weer een uitzoeken. Maar dat komt omdat ik heb al heel erg lang contact met Fuse, dit PR-bureau waarbij ik was. Alleen we konden steeds geen afspraak maken en dat lukte dus nu pas. En daardoor is het nu opeens al heel snel achter elkaar twee brillen. Want het slaat natuurlijk nergens op. Is wel heel leuk, maar het slaat natuurlijk nergens op. Dus ik heb nu een bril uitgezocht van Ray-Ban. En ja, die heb ik nu natuurlijk dus nog niet. Als ik thuis ben, ga ik jullie meer vertellen over het sporten met Joost. Want ik wil niet te veel praten achter het stuur in zo'n drukke stad als Amsterdam. Oké, dus we zijn echt iets van 5 uur verder of zo. Ja, ik was opeens zo moe. Het heeft er echt heel erg ingehakt bij mij, dat sporten. En het klinkt misschien gek, maar ja, ik heb gewoon heel erg weinig gesport de afgelopen jaren. En waardoor het ook heel erg intensief was, wat ik nog even wilde uitleggen, was... Dus ik heb eigenlijk al mijn hele leven problemen met mijn ademhaling. Ik heb een hele oppervlakkige ademhaling en het klinkt super stom, maar als ik me inspan, vergeet ik te ademhalen. Daar heb ik de fysiotherapie voor gehad toen ik een jaar of 12, 13 was en opeens, zeg maar, tijdens gym de hele tijd een soort van... begon te hyperventileren. Dus als ik bijvoorbeeld pipjes-test moest doen op school en moest heen en weer rennen, dan ging het qua mijn lichamelijke functies wel, gewoon die rondjes rennen. Maar doordat ik vergat te ademen, omdat ik mijn ademhaling soort van vastzette, begon ik daarna te hyperventileren en duizelig te worden en allemaal dat soort dingen. Eigenlijk, doordat ik ben gestopt met sport, heb ik daar niet zo heel erg vaak meer last van. Hier en daar nog wel eens, als ik heel veel trappen moet oplopen, dan ben ik gewoon duizelig. Omdat ik dan dus het niet heb geademd, terwijl ik de trappen op heb gelopen. Super stom, want dat lichaam, je lichaam, zeg maar, hoort dat zelf te doen en dat doet mijn lichaam ook wel. Maar op sommige momenten werkt het niet op een of andere manier. Nou ja, het is gek. Maar het is zo. En vandaag ging ik dus weer sporten. Best wel intensief na een lange tijd. En met Joost ga ik HIIT doen. High intensity training. Dat is heel goed voor mijn conditie. En ook goed voor als je zingt. Zodat je ook goede conditie opbouwt. En dat allemaal vol kan houden. En we gaan ook kickboksen. Wat ik echt super leuk vind. Want ik hou erg van slaan en schoppen. En ja, dat vind ik lekker. Maar ik merkte dus wel heel snel dat ik duizelig begon te worden. En gewoon bijna moest kotsen en zo. En ik dacht eerst van, komt dat nou doordat het zwaar is? Maar we waren pas net begonnen. En toen merkte ik dus dat ik gewoon heel erg buiten adem was. Dus daardoor was het vandaag even een beetje lastig. En was ik echt zo boos op mezelf. En vond ik mezelf echt zo'n pussy. En Joost zei gelijk van, nee, je moet lief zijn voor jezelf. Weet je wel, ik bedoel, het gaat niet werken als je de hele tijd boos wordt op jezelf. Hopelijk kom ik daar nog eens een keertje vanaf. Hopelijk kan Joost me daar ook een beetje mee helpen. Ik vond het wel in ieder geval heel erg leuk, dus dat gaan we zeker vaker doen. Eigenlijk wil ik gewoon 2 keer per week gaan trainen. Oké, vandaag, of eigenlijk vanavond, het is al, as we speak, is het nu 6:15. Om 7 uur hebben Mert en ik een etentje. Omar, onze manager, organiseert iets wat heet Prettige Zielen. Superleuk, dat zijn allemaal mensen uit zijn netwerk die creatieve dingen doen. En die nodigt hij dan allemaal uit. Niet iedereen kent elkaar, maar dan ga je gewoon lekker gezellig eten met z'n allen. En praten en netwerken en nieuwe mensen leren kennen. Dus dat is heel cool. Dit is niet echt de look om mee naar een etentje te gaan, dus daar ga ik nu wat aan doen. Het is inmiddels een uur of, hoe laat is het eigenlijk? 12? Nee, 11. Ik zie er echt super fancy uit met deze helm en dan ook nog mijn bril erbij. We gaan nu weer terug op de brommer. We hebben een super gezellig etentje gehad met heel veel mensen. Er waren echt iets van 40 mensen of zo. Het was echt heel druk. Goede gesprekken gehad, nieuwe mensen ontmoet en nu weer lekker fris de brommer op. We zijn weer thuis. Joost is in the house. Hallo. Dag 2 van Teske ging kickboksen en nu doet er spier vet raar. Seriously? Wanneer houdt het op? Oh. Ik had hier eens gisteren met Omar over, die ook traint bij Joost. En die zegt, ik heb dit ook altijd na het kickboksen. Deze 3 kaartjes voor hartjes gaan nu op de post.
Ik had net een meeting met Amar, met Leon en met Errol. En Errol is mijn A&R manager, oftewel Artist and Records manager bij Universal. Dus zeg maar het creatieve gedeelte van hoe gaat de muziek klinken, wat gaan we maken. We hadden eigenlijk een soort van luistersessie. Ik heb een soort van voor DJ gespeeld, want ik heb dus heel veel muziek laten horen waarvan ik denk van hier zit wel wat in wat ik heel graag in mijn sound zou willen hebben en qua genres wat ik in mijn muziek zou willen verwerken. Dus het was eigenlijk een soort van grote inspiratiesessie waar we gewoon lekker hebben geluisterd naar van alles en ja, een beetje hebben gespart over wat cool zou zijn en wat niet. En dat was heel leuk. Eigenlijk gewoon 3 uur lang plaatjes gedraaid. Echt tof. Jullie hebben denk ik ook wel door wat mijn favoriete haarstijl van de week is. I don't know, I like it man. Sorry camera. Doe je het nog? Je bent wel heel onscherp. Je wordt weer scherp. I love you. Oké, niet meer vallen. Ik moet jullie ook wel even laten zien waardoor die valt. Ik gebruik op dit moment dit als statief. Ik wou gaan zeggen, wat ik ook tof vind, is dat ik een nieuw pakketje heb gekregen van Lush. En dit is de collectie. Ja, volgens mij voor moederdag, maar ook voor Pasen. Want er staan allemaal wortels en konijnen op. Het is in ieder geval voor de lente. We gaan het bekijken. Ik heb deze schaar helemaal niet nodig, volgens mij. Kijk. Het ruikt zo freaking lekker. Ik vind dat heel spannend, want ze dekken het altijd heel goed af. Dus als je de box open doet, zie je vaak nog niks van wat erin zit. Ik pak hier als eerste. Oeh, de Rose Bombshell. Dit is een bath bomb. Superleuke roze grote bruisbal. Bouncy Bunny. Dit is een shower jelly. Die zijn super leuk. Maar betekent dat dat deze in de vorm van een konijn gaat zijn? Betekent inderdaad. Wow! Kijk nou. Vet schattig. Dit is dus echt zo'n jelly ding. Het ruikt heel citrusachtig. Echt super lekker. Dan hebben we hier Somewhere Over the Rainbow zeep. Wow, hij ruikt heel apart. Ik zie niet nu op de beschrijving wat erin zit. Dan kan ik er niet helemaal achter komen. Maar hij ruikt in ieder geval vet apart. En dit is hem. Oh, dit is te cute. Lush heeft al best wel lang a bunch of carrots. Dat is dus, dan krijg je dus een paar worteltjes voor in bad. Maar ze hebben nu roze worteltjes gemaakt. En het zijn dus bubble bars. Dus die doe je in het bad. En dan geeft het een lekkere geur. Maar ze zorgen ook voor allemaal bubbels. En dan tot slot hebben we hier een theezakje. Dit is de Flowering Tea Bubble Bar. Super leuk bedacht. Want dit lijkt dus gewoon echt op een theezakje. Maar dit is dus een bubble bar. En doordat hij aan een touwtje zit, kan je hem heel makkelijk nog een keer gebruiken. Dus mocht je nou denken van, nou, er zitten wel genoeg bubbels in het bad, haal je hem er gewoon weer uit. En dan kan je hem daarna nog een keer gebruiken. Vooral Jasmijn. Ik vind het wel heel lekker. Heel lekker en super grappig bedacht. Dit is toch leuk. Dus dat zijn de nieuwe limited edition producten uit de Lush Lente Moederdag collectie. Lush blijft leuk. Ik heb echt immens veel Lush spullen liggen en ik kan ze waarschijnlijk nooit opgebruiken in mijn leven. Alhoewel, ik zou gewoon vaker in bad moeten gaan. Thanks Lush, dankjewel. Het is donderdagochtend en ik heb nu een massage. Ik probeer om de 2 maanden ongeveer een massage te boeken, omdat ik merk dat het gewoon heel goed werkt voor mijn lichaam. Daar gaan we nu naartoe. Zo, ik heb even mijn camera thuis gepakt, want die was ik vergeten zoals je kon zien aan het beeld. Wow, ik ben zo slaperig altijd na massages, maar echt super fijn. Ze heeft me al echt veel pijn gedaan dit keer, maar dat was ook al nodig, want ik had echt super erge knopen in mijn nek. Waardoor ik ook wel vaak een soort van hoofdpijn kreeg, maar ook gewoon mijn hele schouder zat helemaal vast. Als je een keer een massage gaat nemen in Amsterdam, Dr. Feelgood is echt wel een aanrader. En Rutger is er. Hoi. Oh, nu ben je net te laat. Je hebt een hele lekkere lunch net voor me gemaakt. Maar het was zo lekker dat hij al op is. Ja, precies. Het is echt heerlijk. Maar je kan nog wel van jezelf. Ik heb een soortgelijk broodje gemaakt voor mezelf. Met mozzarella en tomaten. Bamboompietjes. Oké, ik ben echt zwaar onder de indruk. Ik ruik hier iets in de keuken. En Teske staat gewoon de sterren van de hemel te koken. Super, wat is dit precies? Nee, ik ga spinazieburgers maken. Ik vergeet helemaal te vloggen, dus Rutger. Ja. En thanks, hier man. Staat een curry. Tomatencurry, begreep ik. En nog een lekker sausje. En nou, volgens mij wordt het heerlijk. Ik ben benieuwd. Ik hoop het. Ja, op de camera ziet het er nu natuurlijk verschrikkelijk uit. Het is echt gewoon een groene bol. Ik heb voor het eerst van die spinazieburgers gemaakt en Rutger en Mert zijn mag dit vaker? Nee, net ook van internet gehaald. Echt, het is zo lekker. Je moet beloven dat je dit recept in de beschrijving zet van deze video en iedereen moet het maken. Oké. Want het is echt heel lekker. Het is echt lekker. Het is echt heel lekker.
Oké, ik ga nu zelf proeven. Ik ben benieuwd. Ik heb dus gisteren die massage gehad bij Dr. Feelgood en dat was echt heel erg fijn hoor. Maar het was ook best wel heel erg pijnlijk, omdat ik dus best wel 2 of 3 grote knopen had in mijn nek. En nog, zeg maar, daardoor nog een paar in mijn schouders en mijn rug. Dus ze heeft echt van die deep tissue massage technieken gebruikt en heel stevig. En ik heb echt gewoon op punten gedacht van, zal ik vragen of het wat zachter mag? Nee, ik doe dit niet, want het is goed als mijn knopen daardoor weggaan. Maar het was echt heel erg pijnlijk. En nu voelt mijn hele bovenlichaam van, zeg maar, mijn middenrug tot mijn schouders voelt echt zo als een blauwe plek. Alsof ik echt zo heel hard er tegenaan heb gestoten. Maar mijn knopen zijn wel meer weg. Dus dat is dan weer goed. Maar ik voel me echt een super oma op dit soort momenten. Ik wil mijn bed niet uit. Mijn bed ligt zo lekker. Mert en ik begonnen gisteravond met opruimen, maar ik had best wel hoofdpijn gekregen. Soms krijg ik dat ook na de massage, omdat dan afvalstoffen uit je lichaam komen. I don't know. In ieder geval, ik ben naar bed gegaan en heb dus alles zo netjes opgeruimd. Ik vind het zo lief. Alles helemaal netjes. En het best wel wat te verduren met mij als vriendin, want ik ben echt de rommeligste persoon die je tegen gaat komen. Dus dankjewel, Mertie. Gisteren maakte ik dus van die spinazie hamburgertjes die echt heel goed in de smaak vielen. Daar was ik blij om. Daar had ik 1 heel ei voor nodig en 2 eiwitten. Maar dan hou je dus 2 eierdooien over. En ik vind het echt super zonde om die dan weg te gooien. Ik bedoel, de kip heeft er vet hard voor gewerkt, voor dat ei. Dus deze ochtend ga ik een eitje bakken. Dit eitje zit nu in de pan, maar ik ga nu de 2 andere eierdooien erbij doen. Kijk, heb ik gewoon een eitje met 3 eierdooiers erin. Ik ben heel erg fan van het gelen van het ei, dus dit wordt echt perfect. Zo, en ik heb gelijk de koelkast even opgeruimd. Als Mert dan in zijn opruimbui is, dan steekt hij mij gewoon aan, dus dat is heel fijn. Best wel leeg. I like it. Nu nog even het vaatwasser uitruimen en dan heb ik alles weer gedaan. Vandaag was een rustig dagje. Ik heb niet zoveel gevlogd. Het was Youssef's laatste stagedag bij Mert. Dus we hebben dat ook een klein beetje gevierd. Dus we zijn lekker gaan lunchen. En we hebben patat gegeten net. En lekker gegamed. En ik heb nou nog aan mijn blog gewerkt. En ik heb zitten editen. En het is nu 1:50. En nu ga ik nog even spelen met mijn nieuwste aanwinst. Namelijk mijn Nintendo 3DS. Ik heb deze van de week gekocht en ik ben er zo blij mee. En ik heb nog maar 1 spel. Het is Pokémon Alpha Sapphire. Ik heb hem echt letterlijk net uitgepakt. En ik ben ook pas net begonnen met spelen. Maar ik vind het nu al top. I love it, man. Dus ik ga hier lekker mee spelen. En dan was dit de weekvlog van deze week. Volgende week, wat ga ik volgende week allemaal doen? Ik ga morgen sowieso naar Zwolle om iemand te verrassen voor hartjes. Maandag heb ik een optreden. Ik ga ook nog schrijven met Gers Bedoel aankomende week. En verder heb ik nog niks spannends gepland staan. Maar het wordt vast een hele leuke week. Bedankt voor het kijken. Vul mijn hartje aan met je eigen hand, zodat we samen een heel hartje kunnen maken. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende weekvlog op zondag. Of bij een van mijn andere video's op maandag of vrijdag. Doei! Good morning, guys. Het is vrijdag. En onze kapstok is gevallen. Kijk. Nee! Nu ligt alles op de grond. Maar dat was niet wat ik wilde gaan vertellen. Ik ben ondertussen ga ik maar... Oh, ondertussen ga ik...